Wat? Vandaag. Even opnieuw. Vandaag neem je wegens. Nee, vandaag neem je wegens een kerstmarkt in Apeldoorn deze 12 bakken lange ICMM met je mee. Je dienst gaat tot Apeldoorn, daar zul je afgelost worden. Bij aankomst op Utrecht kun je gelijk starten met het ombouwen van de trein. Je hebt ongeveer 5 minuten om even een bakje koffie te halen. Fijne reis! Nou ja, goed, laten we dan in ieder geval alvast beginnen. Door in het midden van de pauzeknop af te halen, de cabine in te gaan en als een gek te vertrekken, UTB aan te zetten, die aan te zetten. Ah, nu is wel goed. Hoppakee. Ja, het kan zijn dat we ondertussen wat lekjes krijgen, jongens, maar dat is algemeen een beetje bekend natuurlijk hier. Ik speel op 70% quality. Dus ik alleen even te kijken waar mijn... Ah, daar is hij. Zo, memory erbij. 3,4 gig, jongens. 3,4 gig bij de start. Ik hoop alleen dat het in Amersfoort goed gaat. Maar we zullen zien. De reden waarom ik dit scenario niet op de Dutch Day heb gezet, omdat ik al een aantal andere scenario's in planning had staan voor deze route. Staan nog niet letterlijk op de planning, of wel? Nee, ja, staat er in ieder geval eentje op de planning. En dat is eigenlijk een combinatie van twee scenario's. Het Gooi, een heel klein stukje van het Gooi. En van Weesp naar Utrecht. En dan van van Weesp naar Hilversum. En van Weesp door naar Apeldoorn. Zo, even kijken. Oh, serieus, Blevius? Nice, klinkt goed. Gaaf. Awesome. Ah, goed bezig hierom. Oh ja, front zijn aan. We staan hier al aan. Goed zo. Laten we ook even die uitzetten. Ja, de reden natuurlijk wel, omdat het wel lekker is. Het staat hier behoorlijk vol. Ik weet niet of het nog net zo vol was als voorheen. Ja, echt waar, Martijn? Nice. Ik ben een klein beetje hard rijden hier nog. Ah, dat komt goed. En bingo. Ik heb op dit moment maar helaas maar 6 FPS. Ik kan kijken wat ik doe als ik hem... Een klein beetje... Ja, ik laat hem even op 2 zetten. Oep, oep. Niet te hard erop, niet te hard. Easy. Give me flames, lol. Ah, is toch aan de ene kant wel jammer. Maar wat ik al zei, er staat hier heel veel materiaal. We hebben hier een ICM, we hebben een VIRM. We hadden ook nog een SGM of een SLT. Ik weet niet precies wat dat was in het begin. En als ik me niet vergis, moet ik heel even kijken. Maar er komt als goed is nog meer materiaal. Rijdt daar een daarachter rijdt er ook nog een goederentrein. Ik kan het helaas niet zien wat het op dit moment is. Maar het is in ieder geval een Virtual Railroads BR-189. Met een kolentrein. Hartstikke mooi natuurlijk. En ik show de tanks voor de host. Het is inderdaad een Intercity naar Enschede. En nogmaals, het scenario is gemaakt door Machinist Mike. Is nog niet beschikbaar. En dan heb ik het over de... Hoeveel is het nou vandaag? De 23, geen 29. Dus drijven, thanks voor de host. Dankjewel jongens. Ja, dat is wel de bedoeling. Absoluut. Je komst is trouwens overmorgen. Overmorgen al? Zo! Oké. Okay. Ah, ik ben benieuwd voor je, Blevius. Klinkt in ieder geval goed. Hoor jullie wat ik ook hoor, jongens? We hebben daar trouwens nog een IC3 en een SGM. Ja. Goed, hier is. Goed. Kijk eens aan een. Ook nog een IC3. Ja. SGM'tje. Oftewel, het staat er vol mee. Sterker nog, het stond is nog voller, want er stonden zelfs daar nog treinen. Maar die heeft Mike er op mijn aanvraag eruit gehaald. Laten we in ieder geval hier de ATB in ieder geval uitzetten. Dodeman in ieder geval uitzetten. Licht in ieder geval uitzetten. Frontzijn in ieder geval uitzetten.
En dan gaan we in ieder geval switchen van cabine. Laten we eerst maar even die herrie uitzetten. Zo. Uit de bij aan, dode man aan, lichtjes aan natuurlijk. En zo. Front signer natuurlijk aan. En met dat laten we eventjes een... We zeggen de... Even een... Notra, of een Notra, zeg maar nou, een ATB-proef doen. En dan komt hier nog een SLT voorbij rijden ook nog. Haha, nice. Ja, tegenaan is alleen, ik heb wat lager FPS, maar dat wordt daar compleet beter natuurlijk. Er staat hier aan de rechterkant ook nog een 1800 met natuurlijk het DDAR-systeem. Kijk, ja klopt, er zijn inderdaad twee nieuwe scenario's beschikbaar, koploper, ja koploper en van koploper voor inderdaad briefjes. Dat, ja. Nou, ik had ze allebei al, hij was al een keer gereden en ja, ga je natuurlijk die ene ook nog wel een keer. En kan je zeggen, hij was zeer leuk. Afgezien dat die verums natuurlijk weer moeten verpesten. Of zeg ik nou iets te veel? Hoi. Goed, laten wij ondertussen ja, even kijken of kunnen we een fotootje maken. Oeh, 3.7. Nou, laten we nog maar heel eventjes in de cabine zitten. Kijken misschien of we onderweg ergens een fotootje kunnen maken. Ja. 3.63, 3.54, 3.73. Dus het is wat aan de hogere kant. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ik ga wel even die tijd laten ze doorspoelen, want anders wordt het wel heel erg lang. Nou, die remmen die werken in ieder geval. Dus dat is goed. Hij duurde trouwens best lang voordat hij afging. Komt hier nog een andere... Is dat een vlucht? Ja, er komt ook nog een vlucht binnen. Of is dat een SLT? Nee, is een vlucht. Het is ook nog een vluchtje, jongens. Nice. Ja, dat vind ik trouwens ook raar van Twitch. Eén keer pakt hij wel de links en de andere keer niet. Beetje apart. Oh, het maakt niet uit. Kunt helemaal goed. In de tussentijd, wat ik wel kan doen, is alvast eventjes kijken wat er nou met die repaint aan de hand was met andere. Niet deze train simulator. Moet me normaal hebben. DR. Die heb ik net afgesloten. Dat is niet handig, Alf. Dat is niet handig. What? Oh, wait. Huh?
Herman, thanks voor de host. Dankjewel, jongen. Dan kan ik gewoon heel die stuurstand gewoon niet vinden. Wat is dat? Ik weet toch zeker dat ik die stuurstand had geïnstalleerd. Nou ja, goed, dan installeren we hem toch nog een keer. Ik denk dat dat het euvel was. Goed, anyway. Kijk, en daar hebben we het. Dankjewel, Herman. Dankjewel. Ik zou het eigenlijk niet weten, Martijn, waarom hij daar naartoe gaat. Oh, die alarm stond. Ja. Nee, nee. Als het ook in eerste instantie bedoeld, dat is nou natuurlijk rondom de kerst in de livestream zou komen, maar dat is er helaas een beetje uitgeschoten. Of ontschoten, zo moet ik zeggen. Is het zo erg, Reginald? Ja, ik moet zeggen, de vluchtjes vind ik wel fijn het rijden om mee te rijden. Sterker nog, we gaan straks nog met een vlucht rijden op de Koblenz Trier. Oh, zo, oké. Zover ik weet wel, ja. Ik ga even dat ding doorspoelen, want hoe laat kunnen we hier vertrekken? 36. Even doorspoelen, die zooi. Ik heb hem nou op 5 keer staan. En... Hey, er komt er nog een, volgens mij een Intercity uit Eindhoven. Als ik me niet vergis. Ja, volgens mij wel. Ook ik zo. Zou kunnen trouwens. Op tijd. Serieus, 1 seconde duurt gewoon letterlijk gewoon bijna 3 seconden in een game. Wauw. Nee, hier hebben we geen stopping points. Hey, er komt er nog eentje naar binnen. Sorry, koploper. Maar we gaan je nu koplopen, dus dat is dan weer goed. Goed gedaan, machinisten. U kunt uw weg nu vervolgen naar Amersfoort. Onderweg zijn er op dit moment geen problemen. Echter rijdt er wel een goede trein voor u uit. Nou, laten we in ieder geval kijken. Rem er in ieder geval af en we mogen vertrekken. Dus ik zeg, let's go. Deurtjes hoop. Easy. Easy. Goed zo. Ik ga ik er even op standje 2 zetten. Oh, dat valt ook nog bezig in dingen. Zo. Moeten we zeggen, op standje 2 gaat het toch net ietsje fijner dan op standje 1. Zo. Alleen halverwege dat is de FPS gewoon dadelijk de beter wordt, dan schakel ik hem gewoon weer over op een real-time drive. Dat is een beetje te... te ver komen. Ja, daarom dat ik hem nou versneld even speel. Zodat het even minder opvalt, weet je. Kijk, want als ik nu op 1 zet... Dan zie je... Nou, het valt mee. In werkelijkheid ligt hier net wat meer spoor. En 80 wissels. 80 km per uur wissels. Ja, dat dacht ik ook al, ja. Is dat niet leuk, jongens? Alleen het nummer is een beetje fout gegaan, volgens mij. Want, of is dat... Wacht. Heb je er 17 van gemaakt? 1736. En het leuke is trouwens aan deze scenario, jongens. Alle treinen, alle rijtuigen hebben originele nummers. Dus die trein die je nou rijdt, die 1736, die heeft ook de rijtuignummers die met die stam rijden. Hey, wacht op mij! Hallo!
Dus heel die stand die klopt gewoon ook qua nummering. En dat geldt trouwens voor alle treinen in dit scenario. Oh, easy Rob, easy. Rustig aan jongen. Dit is geen wedstrijdje hier. En er komt nog een leuke TDZ binnenrijden. Tuurlijk, waarom ook niet? Ja, daar zijn ze zeker, ja. Ah, ik vind het wel leuk dat hij dat doet. Ik zie niet echt een meerwaarde erin, maar ik vind het wel leuk dat hij het doet. Ik vind het wel origineel. Ja, daarom. Dus echt veel nut heeft het toch niet. Ah, ik vind het wel origineel. Dat moet ik wel bij zeggen. Dat is leuk te zien. Ja. Maar nu gaan we het toch wel relaxed verlaten. Ik vond het in ieder geval wel een grappig idee. Ja, het is een draak rijden. Inderdaad, liefjes. Inderdaad. Oh. Ja, hè? Oh, is dat niet meer, Xuder? Nee, je niet. Maar dat is toch wel echt een... Ja, hoe moet je het noemen? Een bekend tafereel daar in Eindhoven altijd. Oh nee, tuurlijk, dat is niet meer, want die in de city rijdt niet meer. Dat is waar ook, ja. Nou, moet je dan elke keer met de stoptrein helemaal naar Breda toe? Goed, zijn we na de heuvel van de drukte af en hey, dan zult de FPS ook weer een klein beetje beter worden. Geheugen ligt nog redelijk aan de hoge kant. En dat zal daar ook wel natuurlijk gaan zakken natuurlijk. Oh nee. Ah zo. Met 140. Pedal to the metal. Let's go. Oh, dus eigenlijk bestaat. Die bestaat al. Alleen hij wordt nog in twee delen uitgevoerd eigenlijk, als ik het goed begrijp. Oké, wordt dat weer net als vroeger gekoppeld, ja. Ja. Heel vroeger. Oké. Nee, dat... ja, ik had laatst had ik ook een DDR-scenariootje en toen reden wij met de 1766. Weet je, van laat ik me niet de 67 plakken. Dus ik heb toen de 66 gepakt. Meestal probeer ik wel als ik een scenario maak met een DDR erin. Met een lock. Dan probeer ik meestal wel te zorgen dat het een 1700 is waar geen logootje zeg maar op zit. Ah, precies. Oké. Okay. 240. Ah, oh, dan red ik op de Massetto Avionroute. Tenminste, daar gok ik even zo uit de league. Klein beetje taxi erbij geven. Awesome. Du. 130.
Dat is ook een grappig dat je dat zegt, Xvideo, want Dutch Driver is op zijn route bezig met een soort, ja, hoogsnelheidslijn noem ik het dan niet echt, maar in ieder geval met een stuk waar, ja, op die zin iets wel voor gemaakt wordt. Een soort LZB systeem. Even vervelend is alleen, je kan het niet aanzetten tijdens het rijden. Dat is wel jammer. Dus er niet bij de virtual railroad trein in ieder geval. Nee, oké. Okay. Ik denk dat het meest dichtbijzijnde wat wij in de game hebben, dat het dan TVM wordt. Denk ik eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet wat... Ja, er ligt sowieso ERTMS als ik me niet vergis, man. Ja. Hou het hartstikke leuk, joh. Benieuwd. Ja, ik heb hem ook een keer gereden. Ik heb hem gereden, maar ik vond hem zo slecht dat ik hem niet eens wou livestreamen. En trouwens, daarnaast ontbrak ik nog een aantal dingen, waar ik het nog steeds niet van snapte. En daarnaast ook, ja, het is leuk dat het er is, maar ik zie er geen meerwaarde in. Tenminste, in de toenmalige versie. We eens even kijken of we een. Dus even een leuke foto kunnen maken hier. Ik wil zon! Ik wil zon! Ja, alleen geen seinpaal natuurlijk, hè? Beter. Werk ik wel bij. En een following coming. Ik heb daar nog een 6400 voorbij. Bij mijn tractje erbij. Trainboy 365532. So thanks Trainboy 365532. Thanks for the host. Follow. We really appreciate it. Jazeker, koploper. Jazeker. Zullen we anders gewoon eens even een lekkere drive-by doen? Wat zullen we daarvan even wel doen? Lijkt me ook wel eens mooi. Ja, pakee zo. Hier, hè. Sorry. Had ik even zin. Hij ging best goed trouwens. Hey Silent, goedenavond, welkom. Ah, oké, okay, op die manier ik zie er oké. 20 bakken op dit plex. Dan heb je een 20? Ja. Ik dacht dat dat meestal 16 was. Waar is dat? Nou, nee, nevermind. Zo heb ik geen dingen door elkaar te halen. Hallo. Even kijken. Hey Danny, ook welkom. Ik heb jouw scenario's gedownload inderdaad, ik heb er alleen nog niet naar gekeken. Oh, tractie eraf voorop, niet te snel rijden, niet te snel. Oh nice, goed bezig de driver. Awesome. Oh, is hij zelfs wel 10 per stuk, oké. Kijk,
dubbel bevestigd door Martijn, dus dat is helemaal mooi. Dus in ieder geval, de 189 die ik jullie straks liet zien, jongens, is goedgekeurd en is nu beschikbaar op het rijpunt. Ondertussen hebben wij nog 3,2 kilometer te gaan tot aan Amersfoort. In Amersfoort ga ik hem opslaan en hopen dat we het kunnen halen. Ik zal voor zekerheid hier al eventjes een save doen, just in case. Ja, ik zat even te twijfelen tussen 10 en 8. Is die langer, ja? Nou? Oké, dat wist ik niet. Ik wist wel dat de Eurostar TGV, die is wel langer, dat weet ik. Maar die is volgens mij standaard uit zijn eigen 16-delig. Dat weet ik dan weer wel toevallig, maar... de rest? I don't know. Nog even een keertje lekker flink wat tractie erop duwen. En... hoppakee. En dan moet ik toch gaan afremmen, dus dat had niet echt veel zin, maar toch. Als de motorwagens stilte te telt is, dan is het niet. Oh zo, ja. Ja, nee, uiteraard, ja. Natuurlijk. Laten we even gaan remmen. We krijgen hier ondertussen wat lags, jongens. Dus dat is gewoon wat minder. Laten we even flink doorremmen tot aan de 60. Hey, de oude Eurostra's die worden op dit moment allemaal gestopt in Engeland. Hè? Dus dat zijn tegenwoordig allemaal nieuwe. Maar volgens mij waren ze waren het gewoon TGV's tegenwoordig. Alleen dan in de Risken. Ja, dat is de oude inderdaad. Ja, die was volgens mij 16 delig als ik me niet vergis. Of 18 of 20, nou begin ik zelf te twijfelen. Ja, klopt. Klein beetje te snel. Nou, dat maakt ook niet uit. Goed, het is precies op tijd. Man. Als het goed is kunnen we het net halen, jongens. We kunnen het net halen als het goed is. Oh, serieus? Koploper? Oh, dat wist ik niet. Ik kwam laatst wel wat video's tegen op YouTube en ik had zoiets van, why? Why? Want ik vond het zo jammer dat hij dat... En ik snap dat niet, want het zijn eigenlijk nog best goede treinen, lijkt mij. Dus ik vond het een beetje raar. En van wanneer tot wanneer hebben ze dienst gedaan? Vanaf 96 of zo? Ja, dus ik vond het wel een beetje jammer om te zien. Waarom staat er overal op YouTube dat ze naar de sloop gaan? Als ze werk weten, zou ik ook zeggen van gooi ze de revisie in en kunnen nog jaren tegenaan. Ja, dat sowieso. En als ze inderdaad moeten kopen, ja. Volgens mij zijn ze, ja, ze zijn geschikt voor 1500 jaar. Oh nee, ze moeten misschien eventjes ATB inbouwen, maar ja goed, hey. Als dat bij de TGV, of bij de lease kan, dan moet dat toch ook wel lukken, lijkt mij. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, als je dit op YouTube hebt te kijken, wij hebben het tot hier in ieder geval kunnen halen, jongens. Ik heb het helaas net niet meer kunnen save op tijd, dus dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, we hebben in ieder geval tot hier in ieder geval kunnen halen in Amersfoort. Ik heb helaas een save file, zie ik nou, dus dat is gewoon wat minder. Maar anyway, we hebben in ieder geval dit stuk kunnen rijden in ieder geval, jongens. Dus ik vond het niet hartstikke leuk. Ja, spijtig genoeg. Kan je ook laten zien. Hebben we een safe dump te pakken hier, ook. Kijk maar. Dus, helaas. Dus ik zou gaan, in ieder geval, hartstikke leuk. Laten we in ieder geval naar het volgende scenario dan gaan. En dat scenario is gemaakt door Mickey. Ik weet niet of hij nog in de livestream is. Zo, ja. Hartstikke mooi natuurlijk. Dus dat komt helemaal goed. En Brenda, thanks for the follow. Laten wij in ieder geval Trinsimulator eventjes crashen. Klaar. En laten wij Trinsimulator eventjes weer helemaal opnieuw opstarten.